Morgen begint het 19e seizoen van Wie is de Mol met de kersverse presentator Rick van der Westerlaken. Ditmaal reizen de kandidaten af naar Colombia. Wie is de Mol? Molloten zitten vanaf morgen weer op het puntje van hun stoel om die ene prangende vraag te beantwoorden. Want wie van deze onschuldige zieltjes gaat de boel weer eens lekker saboteren in Colombia? Mijn naam is Robert van Beckhoven. Ik ben Nikke de Jager, ik ben 24 jaar. Ik ben super sociaal. Ik ben kalm. Ik ben vrolijk. Ik ben sociaal. Ik heb humor. Ik denk dat ze toch wel gezellig bij me vinden. Dat zo'n aardige persoon dan iedereen kan voorliegen, ja, dat is een leuke combinatie. Want mijn medekandidaten hadden het helemaal niet zien aankomen, niet verwacht. Dus ja, dat werkt juist heel goed. De kandidaten moeten dus bikkels zijn. Want voor je het weet gooit die ene lieve kamergenootje zo voor de bus. Zoals Thomas bij Diederik deed. Toen zei hij, ja, ik denk echt, jij kan het echt niet zijn, Thomas. Je hebt van die Bambi-ogen en ik kijk in je ogen en je bent gewoon te vertrouwen. En toen zei ik, fijn dat je dat ziet, het is ook echt zo. En ik vertrouw jou nog niet. Maar ik ga er wel proberen te doen. Ik ga proberen jou te vertrouwen. Dus ik draaide ook helemaal om en ik dacht echt, ik ben zo'n naar spel aan het spelen. Maar ik vond het zo leuk. De kandidaten bedenken van tevoren hele strategieën om de mol te ontmaskeren. Hou die grote waffel even dicht. Omdat ik dan gewoon veel kan zien en als je praat, dan hoor je niks. Ik ben niet echt iemand voor bondjes aan te gaan. Wat dat betreft werk ik liever alleen. Bondjes sluiten, absoluut bondjes sluiten. Dat is het allerbelangrijkste. Je kan het echt niet alleen doen. Mijn strategie in het spel is vooral om goed te kijken, goed op te letten en hard te zijn op de feiten en zacht op de persoon. Ik heb dus voordat ik aan de mol mee ging doen een cursus expressies en body language gevolgd. Wanneer iemand liegt, gaat iemand vaak op zijn handen zitten. En dit doen. En je moet ook echt wel van liegen houden, want je moet de hele tijd mensen voorliegen. En ik vond dat eigenlijk heel erg leuk om dat een keer in een spel te doen. Dat ging me eigenlijk heel goed af. Entertainmentdeskundige Erik. Een nieuwe blikkandidaat, een nieuwe presentator. Wat vind je ervan? Nou ja, als je deze mensen aan het woord hoort, dan is het wel leuk om te zien dat ze toch elk jaar zo'n goede mix aan kandidaten weten te vinden. Bijvoorbeeld Evelien de Bruin, die is super fanatiek. Merel Westrik van het RTL Nieuws, die zegt van ik wil gewoon kosten wat kost winnen en ik lieg en bedrieg voor wat er nodig is. En bijvoorbeeld Robert van Berkhoven, die zegt van nou, ik kan het eigenlijk niet zo goed liegen en ik werk heel erg alleen. Dus het is wel gewoon goed dat ze elke keer zoveel verschillende personen bij elkaar hebben. Ja. Heb je toch nodig. Wie is de mol? Nou ja, dat is dus wel grappig. Er zijn dus, zoals elk jaar, heel veel online theorieën aan de gang. En Nielsen die maakt dus al een hele grote kans. Of in ieder geval, die wordt het meest genoemd. En dat zou dus komen onder andere door die foto van de groep die je dus net zag. Ja. Daar staat een standbeeld achter en die wijst naar hem toe. Dus dat zou dan kunnen zijn, hier zie je hem. Dat zou dan kunnen zijn dat hij naar hem toe wijst. Ja, die wijst ook niet iemand anders, maar het toch? Kan ook Merel Westrik zijn, want die, daar wijst hij natuurlijk ook een soort van naartoe. Dus dat zou kunnen. En wat bij hem heel opvallend was, er was afgelopen week de eerste aflevering van Mol Talk. En daar stelde hij zichzelf voor en dan noemde hij een aantal dingen op van zijn kenmerken en waar hij van niet. En die eerste letters daarvan waren dan de M, de O en de L. Dus dat zou dan weer betekenen dat dat mol spelt. En dat, ja. Maar het kan ook zijn dat hij ons in de maling neemt en net doet alsof hij de mol is. Tuurlijk, want er was ook weer een theorie dat hij op één foto met een bril stond en op alle andere foto's niet. Nou, dat zou dan zijn dat hij slecht kon zien en dat kan een mol natuurlijk ook. Dat vind ik altijd zo lullig met een mens. Dus met een eigenlijk gaan de meeste stemmen op hem. Maar goed, ik zou Merel Westrik bijvoorbeeld ook wel, die zou het van dat denk ik ook zo kunnen winnen. Dat zijn natuurlijk haar collega's al die tijd voor de gek heeft gehouden. Ik denk dat zij het bijvoorbeeld heel goed zou kunnen. En denk je dat Rick het goed gaat doen? Ja, dat vind ik dus echt wel leuk. Hij volgt het al jarenlang sinds seizoen 5. Nou, hij was natuurlijk vereerd om het te doen. En wat ik ook wel opvallend vond, hij wilde dus echt niet weten wie de mol is. Dus hij weet het gewoon niet. Art wist dat wel altijd. Rick zegt, ja, ik vind het al spannend genoeg. Ik wil niet afgeleid worden dat ik bijvoorbeeld gek ook kijk. Ook slim, ja. Kan je ook niks verwachten. Nee, dus hij wilde dat niet. En ik vind het wel echt goed. Ik heb er zin in. Maar heb jij zin in? Jij bent natuurlijk ervaringsdeskundige. Ik ga niet heel kijken, want ik ben na 24 uur wel eens een keer uit. Dus ik skip de mol. Bedankt voor het kijken. Dit was RTL Boulevard. Tot morgen. Dag. Dag.